Hey mensen van Mactop Games en welkom bij een nieuwe Minecraft Survival. De vorige keer was ik mijn helmpje vergeten af te doen, maar de vorige keer, en nu doe ik hem weer op, dus ik weet niet waarvoor ik dat eigenlijk doe, maar dat vind ik altijd wel. Ik vind deze face wel dopey, maar toch. Vorige keer heeft Brian ons geprankt. Brian van Legality, en Legality Gaming ook nog wel, maar vooral van Legality. Hij heeft ons geprankt en daardoor heb ik een heleboel moeten opruimen van zijn zooi. Dat heeft me gewoon een hele aflevering gekost. Maar deze aflevering gaan we proberen iets productiever te zijn door te gaan bouwen aan het kippen/koeienhuisje. Het kippen/koeienhuisje. Als eerste hebben we daarvoor nodig. Allemaal ijzer niet, dus die gaat terug in de rijke tatten shit. Ik geloof dat ik er trouwens andersom had staan. Kunnen jullie eventjes omdraaien, dankjewel. En wij hebben daarvoor nodig. Oh, ik schrik me iedere keer kapot, maar dat is dat geluid. En ik denk altijd van, wat de fuck is dat shit? Hout. Ik wist dat ik deze kant op moest, maar ik klikte het even verkeerd aan. Ik heb hout nodig. Ik heb hekjes nodig. Ik heb veel meer hout nodig dan dat ik nu heb. Dat weet ik gewoon. Had ik trouwens, ik heb een bordje nog niet teruggeplaatst van de kissiekamer. Hier, ik ben nog altijd bezig met bruisende dingen opruimen. Want dat dit weggehaald. Kissie. Oh, dat is geen hoofdletter K. Kissiekamer, hopsakee. De bord moet terug. Boerenkool, haha. Ik zag dat plaatje, denk ik, wat had ik erin gedaan? Oh ja, ik weet het alweer. Even kijken. Ik moet meer hout hebben. Dat is vooral belangrijk. Ik wil langs het kistje lopen. Klik. Oké, we hebben hier een heleboel hout. Gaan we ook allemaal hakken. Ja, piggies, dat gaan we allemaal hakken, jongens. Die piggies kijken me echt allemaal aan, zo van... Ga je dat echt doen? Ja, dat ga ik echt doen, piggies. Geloof het of niet, maar dat... Ik ben niet zo lui. Ik heb hakken hele bomen om, ja. Ik hoor een zombie. Zit die tussen mijn... Tussen mijn bomen schaduw te houden of zo? Waar de fuck is die zombie? Ik hoor een zombie, maar ik hoor niet precies waar. Ik hoor niet echt heel duidelijk waar. Is dat... What the fuck? Zit hieronder nog een cave die ik ben vergeten of zo? Ja, hier... Wow, Jesus. Links hoorde ik het heel erg. Alsof hij naast me stond. Oh shit, wacht even. Dit was niet de bedoeling, maar... Hier zit een zombie. Kan ik hier zo raken? Kan ik hier zo makkelijk raken? Ik kan niet verder. Ik kan niet verder. Oké, dan gaan we het zo doen. Haal ik deze ook nog weg. En dan branden we weer gewoon kapot. Laat ik jou één keer slaan. Ik wil jou wel één keer slaan. Ik was niet van plan om erin te vallen. Maar dan krijg je tenminste de XP. Oké. Hier zit echt een heel klein stukje cave. En dat hele kleine stukje cave gaat herrie maken. Dus dat wist ik niet eens. Als ik hier onder een gang had zetten. Hoor ik ook nu voor het eerst. Oké, dan gaan we het wel weer even dichtgooien. Want de bedoeling was niet om het hier helemaal open te maken. Zo. En dan gooi ik het weer dicht. Wacht even, dan doe ik nog wel eventjes. Ik moet even van deze deugd af. Dus daar. Hop. Oh fuck. Nou laat ik een deugd erin vallen. Gaat fout. Heftige reactie. Klik, klik. Zo. Hoppakee. Ben ik vanaf. Zo. Daar schrok ik van, die walker. Die zombie. Ik kijk veel te veel Walking Dead. Ik zeg overal walkers tegen in plaats van zombies. Ik kijk echt te veel Walking Dead. Het is een televisieserie, een van mijn lievelingsseries. Maar kom op, Michael. Het zijn zombies. Hè? En in deze wereld mag je ze gewoon zombies noemen. Of zou ik ze wel voortaan ook hier walkers gaan noemen? Dat is voor mij ook makkelijk. Laat maar even weten in de reacties of ik ze walkers moet gaan noemen of gewoon zombies. Jullie mogen het bepalen. Oh nee, niet zo'n boom. Niet zo'n boom. Ik weet dat die er eentje tussen zit, maar niet zo'n boom. Geen zin in dat ik alle zijtakken weer op moet. Fucking son of a bitch. Oké, even kijken. Dan gaan we toch maar helemaal doen. Dus zonder van mijn bloks. Of zonder van mijn bel meer gezegd, want die bloks die haal ik gewoon zo weer weg. Dat is allemaal geen... En het was er nog één, son of a bitch. Even kijken, deze moet nog weg, die moet nog weg, zo, snel weghalen, klik, klik, hoppakee, opgetiefd jullie, niet die spannenblaadjes, dat zou best wel pijnlijk zijn als ik hier op mijn bek donder. En best wel ook, zeg maar, een beetje, dat is een beetje stom, hè. Ik dacht dat ik hier nog ergens hout zag, oh no, blijkbaar niet, klik, hap, en weg, oké. Oeh, de zon gaat onder. Daar komen de zombies boven de wereld. Dat wil ik allemaal niet. Dus ik ga weer slapen. Met een bel in mijn handen.
Dat is pas echt de wereld niet vertrouwen als je gaat slapen met een bel in je handen. Zo van, als ik wakker word geschrokken, dan kan ik in ieder geval meteen erop inhakken. Ik zie trouwens hier nog een boompje staan. Ik heb nog niet alles weggehaald. Klik en hop en haal dit weg. Zo, heb ik dan nu al het hout weg hieruit? Ik hoop het. Het zou daar nog ergens wel kunnen zitten. Maar dan zie ik het op de moment. Oh, ik zie het wel nog. Ik zie nog een blokje. Ik zie nog één blokje. Ik zie ook een appel. Appel! Yes! Ik heb een appel. Heb jij niet, hè? Jij hebt een appel. En als je die wel hebt, eet hem op. Nu nog, meteen. Pauzeer de video. Pak je appel. Het lijkt als een teringleier. Ik weet niet waarom. Ik weet echt niet waarom. Mijn file zegt dat hij ontzettend lijkt. Terwijl mijn video gewoon goed is. Dus ik ga even de opnames restarten. Zo. Oké. Okay. Ik weet niet voor hoe lang het ontzettend lijkt. Hè? Maar hij had ook zelfs even moeite om de file zeg maar af te sluiten. En hem op te slaan. Dus er was even ineens iets gees aan mijn computer. Ik heb geen flauw idee wat er aan mis was. Ik probeer zoveel mogelijk spullen meteen op te pakken. Maar ik denk dat ik al het hout er nu al uit heb gehaald. Zit hier nog een beetje hout. Want dit is nog wel dicht. Begroeid. Nee. Oké. Dan heb ik al het hout die ik nodig heb. Hop, maak ik allemaal tot dit. Dan heb ik nog stenen nodig. Was ik ook even vergeten. Ik moet even nog stenen uit mijn stenenkistje halen. Steen. Hier. Poep, poep, poep. Zo. En dan gaan wij eens eventjes denken. Ik heb nog aarde nodig. Ik moet nog even een gedeelte bij de kippen moet ik gelijk maken. Er was aardekistje zat. Deze wel. Deze. Ik keek ernaar en ik had meteen zoiets van... wacht even. Dat is het geloof ik niet. Terwijl het gewoon wel goed was. Klik, ik wil die deur dicht hebben. Oké, dan gaan we dit even kijken. Tot hoe ver gaan we dat doen? Ik denk met deze lijn. Ik denk dat dit aardig groot genoeg is voor een kippen/koeienhuisje. Dus tot deze lijn, zeg maar. Ik ga dat ook niet opvullen met zand, zeg maar gewoon met aarde. Vind ik goed zat. Zo, ik denk dat dat wel genoeg is. Even kijken, hoe deed dat bij het varkenshuisje? Want ik wil wel ongeveer dezelfde stijl. Ja, ik deed waar het hek eindigt, daar deed ik er twee. En dan maak ik bij de kip en de koeien dan ook geen verschil tussen. Dus zeg maar, hier komt nog de hout. Nee, hier doen we steen. Nou, weet je wat, dan doen we hier steen. Dus ik vind dit groot zat. Ik vind het groot genoeg. Groot genoeg. Paf, paf, paf. Jij weg. En dan denk ik dat dit... Nou, dan ook nog één lijntje bij. Eén lijn... Ja, nee, ja. Ja, natuurlijk wel. Ik heb toch zand genoeg voor. Oh, nog eentje. En dan moet ik pas omwisselen naar deze. Oh. Ik ben zo goed in zand zorten, jongens. Ik ben zo goed in zand zorten. Oké, ik denk dat... Ja, dat is wel genoeg voor die kippen en de koeien. En als ze problemen hebben, dan hebben ze. Pech. Ik ga er niks aan veranderen. Wat zal ik... ik twijfel. Ik twijfel of ik er toch nu niet eentje breder maak. Ik maak het gewoon één breder. Ben ik meteen van die twijfel af? Oh, nee! Dat wou ik niet platten! Echt. Weg met jou. Jou wil ik dat niet hebben. Klik, 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 klik. En klik. Zo, dan heb ik dat allemaal gedaan. Geef me mijn steen terug, jij. Dat is mijn steen. Niet jouw steen. Ga jij je stenen zoeken of zo? Dat is mijn steen. Ik moet trouwens wel nog een randje eromheen hebben, want zo op de rand, zeg maar, vind ik ook mooi. Zo gaan we even kijken tot hoever. Ik ga dat uitrekenen door gewoon hier erin te plaatsen, hier. En dan weer, god, er is mijn steen weer op. Dan werk ik niet mee. Oh, dan zit er hier nog een lijntje die ik was vergeten te vullen. Zo. En dan tot hier, en dan is het die kant op. Ah, ga steen ertussen! Ik ben zo slecht aan het bouwen. Ik ben helemaal uit de Minecraft dingen en ik kan gewoon niet meer bouwen. Dan was het 3 hoog. 1, 2, 3. Plus 4, dus sorry, 4. Dit gaat pijn doen. Oh nee, nee, nee. Ja, het gaat wel pijn. Auw! Oké, dit doet wel pijn. 1, 2, 3. Voor de hout, pijn, hout. En dan nog zo. Glaspijn moet ik dan wel erbij zeggen, want dat is wel de bedoeling. Dat ik dat er nog bij zeg. Klik. Zo, gaan we langzaam naar achteren. Dat is ook weer gedaan. Dan is het een heel lang stuk. Auw. Maar dat ga ik gewoon zo doen. Oeh, dat ga ik zo doen. En dat wil ik zo. Ik gooi een steen. Ik ben zo boos dat ik er een steen van ga gooien. Zo, even kijken. Tot hoeveel moest dat? Tot hier. 1, 2, 3, 4. Kan ik erbij? Kan er niet mee? Van huilen. Moet ik echt van huilen. Dat ik er net niet bij kom. Zo, dan moest ik
mijn benen nog even breken om dit steentje weg te halen. En dan hoeft er alleen nog maar hier één steen. Zo, 1, 2, 3, 4. En dan... Hey! Ik wil erbij kunnen. Zo. Dan... Even kijken. Heb ik er ook nog zo'n lijn zo naartoe lopen? Dus dat gaat me nog meer steen kosten dan dat ik dacht. Zo, nog 3, 2 en 1. Hoppakee. Dan moet ik heel eventjes nog deze steen in mijn handen hebben. En dan gaan we weer verder bouwen. Klik, klik, klik. En dit duurt allemaal heel erg lang. Oké, dan moeten we dit nog allemaal op gaan vullen met hout. Ik hoop dat ik genoeg hout heb, maar ik ben bang van niet. Oh, ja, zo ga ik het sowieso nooit redden als ik het godsamme zeg. Tering, sowieso. Oké, is dit dan beter? Dat lijkt dan maar wel beter te maken. Zo, hopsakee. En hoppakee. En... Dit gaat niet soepel. Ik moet echt weer leren snel te bouwen. Dat kon ik vroeger wel, maar ik heb gewoon te lang geen Minecraft meer gedaan. Ik speel het zo nu en dan ooit nog wel eens in mijn vrije tijd in een privéwereldje, maar... Daarin heb ik eigenlijk alles wel zo'n beetje gebouwd wat ik wil bouwen. Daarin zit ik dus zomaar een beetje mijn tijd even doen, een beetje te minen of zo. Ik verhoud het op. Ik ga dit nooit redden, jongens. Ik ga dit nooit redden. Ik ga dit nooit redden. Ik had veel meer hout, toch? Of ben ik nou gek? Ik heb trouwens ook helemaal geen bomen teruggeplaatst. Dat is niet slim. Dit erbij! Ik moet even wat bomen terugplaatsen. Want anders ga ik nooit genoeg bomen krijgen. Dan moet ik ze daar achter weer gaan halen. En dan heb ik allemaal geen zin in. Geen appel meer. Ik dacht dat het een appel was hier ergens. Ik plaats die dingen ook echt super random of zo, hè. Ik weet echt totaal niet waar het fout ging in mijn leven. Dat ik denk, nou, dat moet gewoon zo random. Maar het is helemaal zo. Oké. Ik heb toch zoveel hout. Ik heb toch helemaal geen hout hiervoor, jongens. Ik heb er toch allemaal de hout niet voor. Ik heb er echt niet meer voor. Nou, ik heb de hout er niet meer voor, joling. Hou je bek. Nee! Nee, dat wou ik daar niet hebben. Ga weg, jij. Dankjewel. Oké, ik ga dit nooit redden qua hout, jongens. Ik ga dit echt nooit redden. Als ik dit red, dan wil ik sowieso een duimpje omhoog. Wil ik ook sowieso als ik het niet red. Anders ga ik... Maar ik denk dat ik het sowieso niet ga redden. Als ik het wel red, serieus, vergeet duimpje omhoog niet. Als ik het wel ga redden, vergeet duimpje omhoog niet. En klik, 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 klik. God, tering, ik wil jou daar ook een blokje tussen hebben. Ja, dit ging aardig goed. Kijk, ik begin het langzaam weer een beetje te kunnen. Ik begin langzaam weer een klein beetje die Minecraft skills te krijgen. De bedoeling is wel dat hier binnen een houten vloertje wordt. Dus dit wordt nog ook een heleboel hout. Maar ik denk dat ik het niet red. Ik moet meer hout hebben. Kluk, kluk. Zo. En dit is super onhandig. Maar weet je dat het gaat niet zo doen. Dit is allemaal. Dit is veel sneller. Kijk. Gewoon snelheid erin. Bam, 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 bam. Oké, dan moet ik nog de vloer even volstorten met hout. Heb ik... Nee, ik denk dat ik het net niet redde. Echt net op een paar blokjes hout na. Red ik dat net niet. Je net zien, hè? Altijd als ik eventjes iets moet bouwen, red ik het niet helemaal niet, maar gewoon net niet. Gewoon om te kloten, denk dan gewoon de vloer zo van, nee, mag net niet, krijg maar lekker de tering of zo. Oh, dit ga ik nooit redden. Nee. Ik heb meer hout nodig. Koeien, haal eens even wat meer hout voor me, ik heb hout nodig. Nou, het is in ieder geval niet dat ik het niet, net niet red. Maar wat ik al zei, ik red het niet. Ik moet ergens een boom slopen. Ik moet ergens een boom slopen. Ik ren gewoon daar naar achter, hoor. I don't give a shit. Ik ren gewoon weer naar achter. Au, dat was niet slim om te doen. Nooit springend rennen over een brug. Onthoud dat, voor ook in real life. Dat is niet goed. Dan breek je je benen van en doet het allemaal pijn. Ik moet trouwens eten. Even deze kip opknabbelen. Net niet genoeg, hè. Ik weet niet of trouwens... Ik geloof dat er bij het één hartje ook levens aanvult. Ik heb het even gemist. Is dit hem nou? Ja, hij doet dat. Oké, mooi, 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 mooi. Is deze boom weg? Ja, die boom is weg. Doei, boom. Zie je later. Maar dan in mijn vloer. Dit is zeg. Au, ik zeg net dat je dat niet moet doen. En wat doe ik? Vervolgens, echt letterlijk het eerste wat ik doe, is springend op de brug. Ook dat moet je dus blijkbaar niet doen. Niet alleen springend van de brug, maar ook op de brug niet springen. Ondertussen gaat mijn timer wel af, dus we gaan dit huisje nog wel afmaken. Dat wil ik wel. Dan wordt het maar iets langer dan dat de bedoeling was.
Gaat de zon alweer onder? Jesus fucking Christ, dat gaat zo ver. Nee! Oh! Ik heb echt nog één. Mijn boom is gegroeid. Ik had een boom. Boom! Kom hier! Ik hak je om met mijn bijl. Q-boom. Krijg tering. Mijn boom is mijn hout. Zo. Ik wil dat snel doen, want het gaat ook donker worden. Ik ga dan meteen. Ik moet eigenlijk zo meteen doorwerken in het donker. En dat wil ik niet. Allemaal enge beesten komen dan normaal van die knabbel aan mijn reet of zo. I don't know. Kijk, hier tussen komt ook nog een hek. En bij dat hek wil ik dan dat hier nog een blokje komt. Dan. Het kost allemaal tijd, jongens. Schiet nou eens op. Zo, eens een hekje ertussen. Zodat, ja, redenen. Even kijken. Hoe ga ik dit toch doen? Want hier wil ik eigenlijk een ster. Nou, dan weet je wat? Daar plaats ik één blok hout. Dat is dan zeg maar het blok hout. Het blok hout dat dat allemaal bij elkaar voegt. Even kijken. Dan plaats ik nog heel even een. Even kijken hoe ik dit ga doen. Want ik wil. Wat mijn bedoeling was. Laat ik even de trapjes halen. Mijn bedoeling. Het is donker. Het is donker. Nee! Die wou ik hier niet. Nee! Ik wil de deur dicht gooien. Echt, what the bitch. Oké. Okay. Ik had nodig. Hout. Yes. Trouwens, kan ik niet gewoon. Ja, dat is één blokje hout. Dat kan ik gebruiken als ik dat zou gebruiken. Oké. Ik heb hier binnen ook toortjes nodig. Want ik zie het nou weer gebeuren dat het helemaal dadelijk weer vol zit met allerlei spinnenbeesten. En andere ongure typetjes. En dat wil ik allemaal niet. Ik wil geen ongure typetjes in mijn huisje. Ik had het aan die kant geplaatst. Dan vergeet ik eventjes trouwens dat hier nog een lijntje hout moet. Even een lijntje hout daar plaatsen. Even zo, dat vind ik iets netter. Zo, hoppakee. Hoe zit het nu trouwens bij de bovenste rij ook nog een? Kijk bij de piggies. Ja, oh, ik heb nog steeds niet genoeg hout. Ik dacht dat ik het redde, maar ik red het toch niet. Dat gaat niet. Alles in mijn leven gaat fout. Alles in mijn leven gaat fout. Ik heb te weinig hout en alles gaat fout. Ik wil graag geen spinnenbeesten en je andere beesten. Dat wil ik allemaal niet. Vind ik allemaal niet cool. Ik moet ook een glass paint schouw van halen. Even kijken. Oh nee, niet weer zo'n grote boom. Ik dacht ik bijna klaar was hiermee. Ik moet trouwens ook even een pitje aardappelen meepikken, want ik heb voeier nodig. Glas ging halen. Waar had ik mijn glas van neergepleurd? Had mijn glas neergepleurd? Was dat hier? Random. Ah, daar had ik mijn glas neergepleurd. Oké, deze moet ik eventjes niet trouwens in mijn hand houden. Want als die per ongeluk geplaatst wordt, dan verneuk ik het. En dat wil ik niet. Ik verneuk niet graag mijn glas. Oké. Ik kan hier ook de deur maken. De deur in het huis. Oh. Oh. Michael heeft een goed idee. Hier plaats ik een deur. Oh. Kijk. Kijk. Michael is wel enigszins slim op sommige momenten. Hoe ga ik dat doen? Ik denk dat ik dat ga doen door gewoon zo ook een portier te maken. Even kijken. En dan zo. Kutzooi. Oké, dan moet ik het even nog kijken met hekjes. Zo denk ik. Oké, ik haat het dat ik echt letterlijk overal één blokje tekort heb. Eén blokje tekort en meteen is je hele leven naar de godverdomme. Oké. Heb ik nou altijd van deze grote bomen. Ik weet dat er manieren bestaan om ervoor te zorgen dat je een soort bomenfarm hebt met alleen maar kleine bomen. Dat je niet van die grote bomen. Want tuurlijk, het is veel hout. Veel meer hout dan dat je. Of nou, niet echt veel meer hout. Het is maar een beetje meer hout. Maar het is vooral kloot omdat je iedere keer zo moet graven naar je blokjes. Van oh, daar zit nog een houtblokje. Oh, daar zit nog één houtblokje. Oh, daar zit ook nog een houtblokje. En dat is zo moederneukend irritant. Echt, het is. Gewoon niet leuk. Even kijken, zie ik ergens nog hout tussen zitten. Oeh, dat ging eigenlijk nog net goed. En ik weet eigenlijk niet hoe, want daar zit gewoon een gat. Oké, nou het ging goed. Dat is het belangrijkste. En hoppakee, mijn bijl gaat zo meteen kapot. Ik moet een nieuwe bijl hebben. Ik moet een nieuwe bijl. En er is nog een boom gegroeid. Nou, dan hak ik die troep meteen om, joh. Maar ik heb een nieuwe bijl nodig. En wel, nee. Dus ik ga die nu ook meteen maken. Ik ga gewoon door de nacht heen werken. I don't give a shit. Want ik wil de volgende aflevering wil ik gewoon beginnen. Word ik een walker? Ik hoop dat jij dat was.
Even kijken. Ik moet hout sowieso. Want ik moet een stokje hebben. Dan moet ik naar mijn ijzer toe. Dit is niet mijn ijzer. Dit is mijn ijzer. En hier was mijn crafting bench. Echt, ik weet niet of jullie ook helemaal gek worden van hoe ontzettend druk ik ben in de vorm van rondlopen. Maar ik zie gewoon mijn spullen niet meer al te liggen. Ik weet mijn spullen niet te liggen. Zo. En plop, heb ik twee bijlen. Die bijl plaats ik naar boven. Voor als deze bijl kapot is, dan heb ik alweer zeg maar de volgende bijl en mijn reservebijl. Is altijd wel handig. Shut up. Oké. Even denken, wat had ik nodig? Even goed nadenken, zodat ik niet te veel heen en weer ren. Mijn steen heb ik sowieso niet meer nodig, dus die kan ik terugpleuren. Dit is niet waar mijn steen zat, niet eens in de buurt. Hier zat mijn steen. Hup, en jullie verplaats ik heel eventjes opzij. Dan heb ik een deur nodig. Daarvoor heb ik hout nodig. Daarvoor ga ik dit hout dus eventjes zo doen. En dan moet ik heel eventjes hierin een mooi deurtje maken. Een schitterend deurtje. Dan kost het me, geloof ik... Moest je toch je hekjes maken? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Wat ik trouwens... Oh nee, wacht even. Voordat ik het op deze manier ga doen. Ik heb een beter idee. Even kijken. Deze zo. En dan zo. Die maak ik twee. Zodat ik aan beide kanten, in plaats van waar ik dus nu die hekjes heb, daar zet ik dan poortjes neer. En als jullie nog niet snappen waarom, dan zal ik zo meteen laten zien. Weer een boom gegooid. Yay! Joepie de poepie. Oké, wat we doen is namelijk, hier komt een trapje als eerste. Hier komt een trapje naar boven. Zo. En dan hier plaats ik in plaats van zo'n hekje, zo'n poortje. En dat doe ik dan hier eventjes ook. Dus deze weg. En dan hier een poortje. En dan heb ik zeg maar vanaf hier, kom ik binnen gelopen. Kan ik ook door rustig die deur dicht doen. Die deur zal ik ook meteen plaatsen. Ik sta bovenop de kippen. Oké. Wat ik dan doe is, ik kom dan zo, moet ik wel even dat ook mooi maken. Klik. Dan kom ik zo binnen gelopen. En dan doe ik zo dicht. Want dan kunnen er ook geen kippen en koeien snel nog even snappen. Ontsnappen. Dan doe ik zo open. Doe ik dicht. Dan ben ik het koeienhok. En dan doe ik ook zo, hop. En dan ben ik bij mijn kippenhok. Get it? Ik vind het een slim idee. Dan gaan we nog even hier een trapje plaatsen. Ja. En dan doe ik ook deze deur even omwisselen. Want hierboven moet nog een lijntje. Zo. En dan moet ik eventjes zo. Ik kan dan wel het eventjes openlaten. Is allemaal niet zo spannend allemaal. Want die kip en de koeien zitten nu nog daar. Ja, we gaan uitbreiden jongens. We gaan uitbreiden. Ben maar niet bang. Jullie zijn ook aan de beurt om uitgebreid te worden deze aflevering. Want jullie verdienen dat wel. Weet niet waarom jullie dat verdienen. Want die koeien laten me laggen vaak. Maar. Gaat dit lukken? Nee, dat lukt net niet. Ik moet springen, anders werkt het niet. Zo, jullie hebben jullie trapje naar het hokje toe. Dat ga ik dan hier ook nog even plaatsen. Zo. En ik moet het wel op deze manier doen, want als ik hierboven sta, dan staat de trap de verkeerde kant op. Dus zo, zo en zo. Hartstikke idee. Dan heb ik toch nog hekjes nodig, zit ik me te bedenken. Want jullie kan ik... Nou trouwens, ik gooi jullie zo meteen open. Dus dan heb ik weer hekjes. Oké, wat ik ga doen is... Ik ga dan nog... hier. En dit klopt niet helemaal. Oké. Heb ik dat ook bij de koeien verkeerd gedaan? Houd je bek, spin. Wacht, die spinnen die kunnen hier doorheen klimmen, hè. Oh nee. Waar zit die spin? Oh, daar. Ik zie jou wel. Ik zie jou wel, je gluiperige kutspin. Oké. Jij wil vechten, spin? Kom met me. Kom met me, bro. Kom met me. Kom met me. Bitch! Oeh, kom dan. Kom dan. Kom dan. Even in de open ruimte, zodat ik niks kapot sla. Oh, nee, ik zit in water. Kut! Ah, nee. Mij niet slaan. Dat is niet lief. Haha. Dat ging goed. Niet helemaal volgens plan, maar het ging enigszins goed. Oké, wat de bedoeling is namelijk, is dat het hek hier tegenaan staat. En dan heb ik het dus alles maar eentje te breed gemaakt, maar ik heb geen zin om alles weg te halen. Dus in plaats daarvan ga ik nog meer hout verneuken in hekjes maken. Ja, zo ben ik dan ook alweer. Ik verneuk eerder al mijn spullen dan dat ik opnieuw hekjes moet... dan dat ik alles weer uit moet breien. Dan... Nee, ik kan het niet! Waarom ben ik super slecht in het... bouwen. Nee.
Ik snap dat jullie hier gek van worden, hoor. Als jullie dat niet doen, dan zou ik echt zelf... Ik zou mezelf al irriteren en YouTube het niet voor elkaar krijgt om een fucking hekje te maken. Son of a bitch. Oké. Wat ik ga doen is, ik ga het nog niet helemaal 100% uitbreiden. Ik ga het alleen eventjes voorlopig even zo doen. Zodat het hier in ieder geval dadelijk dicht is als ik die weghaal. En dat ga ik ook met de andere kant even doen met de kippen. Zo, van klik, klik. Ja, jullie mogen naar binnen, naar binnen. Dan had ik het... Oh, even kijken bij de pikjes hoe ik dat ook weer had. Want dat werkt. Dat werkt. Dat is... oh, bij hun had ik het letterlijk ook gewoon zo uitgebreid. Ja, zo kan het ook, hè. Zo kan het ook. Misschien moet ik het dan ook als ik die kippen zo meteen extra ruimte geef en de koeien, dan moet ik het ook bij de pikjes doen. Maar dat kost me allemaal zoveel hekjes en die heb ik allemaal niet zoveel. Dan moest dit... Dan ben ik vergeten te kijken, hè. Naar hoeveel er moeten. Die moeten trouwens dus ook kijken... Ja, dan moet er inderdaad ook nog eentje komen te staan hier bovenop. Zo, poef. En... Dan hier nog ook zo, poef, poef. En dan doe ik ook nog eentje hier voor de... Naast die... Nee, dit is lelijk. Oké, koeien en kippen. Allemaal verzamelen, hè. Want zometeen mogen jullie naar binnen. Ik was even vergeten dat ik de glasspins moest plaatsen. Ik wou zeggen, jullie mogen naar binnen toe binnen een paar seconden. Alleen, ik moet nog heel eventjes hier de ruitjes voor elkaar krijgen. Dan moet het hier nog eventjes gebeuren. En dan kunnen de kip en de koeien ook genieten van een huisje. De piggies waren de eerste die ze kregen. Die krijgen ook, zeg maar, ik weet niet of het meer ruimte is of minder. Het lijkt groter omdat ik ze aan elkaar heb vastgemaakt. Maar wat ik ga doen is, ik ga eerst eventjes uit deze en zo. En dan laat ik... Zo is het allemaal ook 100% dicht. Ik denk het wel. Dus dan gaan we het hier opengooien. We gaan het opengooien. We zijn geopend. Koeien en kippen. Jullie hebben jullie eigen huisje. Vanaf nu er ook bij. Koe, ga maar niet lopen duwen. Of ik sloop je huisje wanneer het er net al staat, hè? Godverdomme. Oké. Okay. Klik. Even kijken. Dan gaan we nog zo... Zo, het loopt niet storm. Ze zijn niet helemaal super enthousiast. Alles bij elkaar helemaal blij. Nog niet tenminste. Maar dat maakt niet uit. Dat komt vast nog wel. Want nu komen ook de kippen vrij te lopen. Zo, hup, hup. Paardje in gelup. En jullie zijn ook allemaal uitgebreid. Hartstikke leuk. Ik ga nog even wat eieren gooien. Gewoon hierin. Om te kijken. Dan krijg ik nog wat leuke kippies erbij. Ja, dat is één kippie. Twee, drie kippies. Nou, daar ben ik helemaal blij mee. Ik klap er zelfs een keer van in mijn handen. Zo blij ben ik ermee. Zal ik deze dan ook nog eentje zo doen? Ah, deze koe is ook binnengekomen. De kippen die renden allemaal meteen weer naar buiten. Dus die hadden geen zin erin. Maar de eerste koe is al binnen. Hi. En hoe vindt u het? Even interviewen. Oh, verkeerde knoppie. En koe, hoe vindt u het hier in deze nieuwe woonplaats? Oh, hallo, daar komt een andere koe bij. Hoe vindt u het nu dat u ook een onderdak heeft om te schuilen voor de regen? Nou? Vertel het maar, meneer. Geen commentaar? Oké, nou, dan... Hoe noemde je mij? Oh, en dat nadat ik jullie... Ik ga de kippen wel interviewen. Misschien vinden de kippen het iets leuker. Kip, kip, kip. Wat dan? Nee, kip. Wacht. Kip. Kom eens even hier bovenop staan. Dan kan ik je recht in je ogen aankijken. Ik duw je gewoon op je plaats, hoor. Ga in het kippenhok. Zo. Nee! Kip! Oké, kip. Luister. Meneer, hallo, meneer de kip. Ah, ik heb uw aandacht. Meneer de kip, wat vond u zojuist van... trouwens, meneer de kip kan niet, dat is mevrouw de kip. Want kip is altijd vrouwelijk. Ga me niet lopen duwen. Mevrouw de kip, wat vond u van uw eerste seconde in het huisje? En waarom vertrok je eigenlijk meteen weer naar buiten? Vindt u niks? Dit is echt de meest saaiste interviews die ik ooit heb gegeven, want ze geven gewoon geen antwoord. Niemand wil in het huisje. Ik heb voor jullie huisjes gemaakt. Get in. Son of a bitch. Motherfuckers.
Ik maak voor hun een heel huisje. Daar ben ik een hele aflevering mee bezig. En dan gaan ze nog steeds buiten lopen hangen. Nou, dat is nou wat ze noemen. Stank voor dank. Son of a bitch. Ik vind het echt niet leuk dat ik gewoon een heel huisje voor hem maak. En ze gaan alsnog gewoon buiten staan. Dan denk ik ook zo, waar doe ik al die moeite nog voor? Waarvoor doe ik al die moeite als ze niet eens het motherfucking huisje willen? Ja, get in! Ik heb iets voor jullie gemaakt. Ben er eens een keer blij mee, for fuck's sake. In ieder geval, het huisje bij de kippen en de koeien is gewoon een soort scheur, zeg maar. Een kiphok en een koeienscheur. Ik heb het nieuw gemaakt. Ik ga ondertussen even wat aardappeltjes eten. En dan gaan we de volgende keer kijken. Ja, het suikerriet is weer flink gegroeid. Dus die ga ik dan ook nog even doen. En dan gaan we de volgende aflevering gaan we dus iets doen waar ik de vorige keer me ook al had gezegd. Dat ik me daarvoor ga klaarmaken. Ik doe heel even mijn helmpje af. Haal een handje leeg. En dan ga ik met... Ja, het is niet helemaal mooi. Laat ik het even mooi op de achtergrond brengen. Dit is... Oké. Dit hebben we hier vandaag al gewerkt. Vonden jullie deze aflevering leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Deze extra lange aflevering. Laat ook in de reacties achter... Vergeet ook niet te abonneren voor meer Minecraft Survival. Dat is wat ik wil zeggen. Vergeet ook niet in de reacties achter te laten wat jullie ervan vinden. Dat ik nu het kippen en koeien ook een gezamenlijk schuurtje heb gegeven. Natuurlijk niet zo mooi als die van de piggies. Maar het is enigszins wat. En ze moeten er maar blij mee zijn. En anders sloop ik de hele teringbende gewoon weer. En dan krijgen ze het nog gewoon in een kleine hekje. En dan met regen zitten ze gewoon maar buiten. I don't give a shit. Oh nee, ik zie het al. Die koe kan vrijkomen. Nee, die koeien staan hier. Die kan hier nog mooi. Of kan dat niet? Ik vertrouw het niet. Ik zet voor de zekerheid er gewoon nog een hekje neer. En ik ga dat ook bij de kippen doen. Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw kippen en koeien voor geen centimeter. Echt waar niet. Ik vertrouw ze niet. Ik weet niet waarom, maar ik vertrouw ze gewoon niet. Ik mag ze niet, ik vertrouw ze niet. Oké. Dan gaan we het nog een keer proberen om af te sluiten. Even kijken. Dan moet ik wel eventjes het hekje weer uit mijn handen halen. Zo. Ga ik eventjes nog een keer kort snel af samenvatten. Vergeet duimpje omhoog niet. Abonneer. Laat een leuke reactie achter. En dan gaan we de volgende keer verder met een nieuwe Minecraft Survival aflevering. Waarin wij een avontuur gaan beleven. We gaan weer beginnen aan een nieuw avontuur. In ieder geval ga ik het hierbij laten. Tot de volgende keer bij een nieuwe Minecraft Survival. Later. Doei. 1, 2, 3, doei.